en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag laat ik mijn top 10 favoriete producten onder de 10 euro zien. Eigenlijk zijn het beauty producten. En ik heb namelijk best wel veel budget dingen. Omdat ik dat gewoon fijn vind. En ze werken voor mij echt top. En ik dacht, laat ik nou mijn favorieten met jullie delen. Zodat jullie er ook wat aan hebben. Ik heb een nieuwe setting achter me, dat zie je. En dat kun je zien in de vorige video. Dan ga ik naar de IKEA en daar ga ik allemaal dingen halen. En daar kun je zien wat ik allemaal heb gehaald en hoe en wat. Dus kijk die ook zeker. Ik zal hem hierboven even linken. Maar daar gaat deze video dus nu niet om. Ik ga jullie mijn beauty favorieten met jullie laten zien. Alles is gewoon te koop bij een drugstore. Zoals een kruidvat, een Ethos, wat heb je nog meer? Een trekpleister. Allemaal zulke winkels en daar kun je het echt wel vinden. Ik ben benieuwd wat mijn top 10 favoriete beauty producten zijn. Blijf er vooral even kijken en... ja, wie weet heb jij er wat aan, omdat het gewoon lekker betaalbaar is en ik vind ze dus echt super fijn. Dus ik ga hem nu gelijk met jullie laten zien. Als eerst begin ik met een foundation. En ik heb altijd struggles met foundation, want ik heb een droge huid. En heel vaak worden ze na een tijdje oranje, vind ik. Tenminste, goedkope foundations. Dus ik heb al van Maybelline, ik heb echt van alle soorten getest. En eentje vind ik heel erg goed, van een budgetmerk zeg maar, dat is Catrice. Dat is deze. Ik denk dat iedereen deze wel kent. Kun je dan gewoon losdraaien. Ik vind deze een beetje waterachtig, waardoor het licht op je huid komt te zitten. Dat vind ik op zich wel fijn, want ik hoef niet zo'n dikke... want ja, ik heb dus al een droge huid, dus dat maakt het echt niet beter. En deze is dus van Catrice, de HD Liquid Coverage Foundation. En ik weet niet welke kleur ik krijg. Oh, ik heb de 020 Rosé Beige. Ik heb hem nu ook op, dus je kan zien wat het bij mij... als effect heet. Het is niet een super dekkende foundation, maar het is gewoon echt een prima budget foundation en ik raad dan ook deze zeker aan. Deze wordt niet heel erg oranje op een gegeven moment, dus dat is echt fijn en dat moet je ook echt niet hebben. Dus deze foundation is echt een topper voor een budget. Je kan hem altijd proberen, want voor de prijs kun je hem echt niet laten liggen. Volgens mij is deze rond de 4 euro, zoiets. Zoiets denk ik, 4, 5 euro max. Oké, dan gaan we door naar nummer 2. En ja, wat zou ik kiezen? Okay, laten we verder gaan met een gezichtsreiniging. Deze Nivea reinigingsmousse. Nou, en deze die was 6 euro ongeveer. Maar hij is nu afgeprijsd voor 4 euro. Ik zag het bij bob.com volgens mij. Maar ik heb deze zelf gewoon bij de kruidvat gehaald. En dit is gewoon zo'n fijn reinigingsding. Want je doet zo. Wacht, ik kan het wel gewoon even laten zien. Nou ja. Het eerste wat ik altijd doe is een beetje schudden. En dan krijg je gewoon mousse. En ja, het is gewoon echt zo fijn. En hier kun je gewoon je huid gewoon dus mee schoonmaken. Deze mousse dus. En het is ook super mild, omdat het gewoon een soort mousse is. En het is voor de droge en gevoelige huid. Dus echt perfect voor mijn huid. En ja, ik vind dit gewoon super fijn. Want dan maak ik eerst mijn gezicht schoon met make-up doekjes. En dan ga ik gewoon dit op een washandje of wattenschijfjes doen. Het ruikt ook heel erg schoon, zeg maar. Gewoon, het ruikt echt naar Nivea, weet je wel. Iedereen kent dat luchtje volgens mij wel. Gewoon lekker fris en verzorgend. En deze is dus echt, sowieso zit deze dus in mijn favoriete top 10 lijstje. Dan komen we alweer aan op nummer 3. En trouwens, het is helemaal niet van op volgorde van het best naar minder. Het is gewoon mijn top 10. En het maakt echt niet uit welk nummertje die heeft. En dat is deze, ja, ik kan het wel laten zien, maar de naam is er al af, zo vaak gebruik ik hem. Het is deze wenkbrauwkit van Catrice. Deze. Dit is ook al helemaal kapot. En hij is bijna op. Dus dat zegt genoeg. Ik gebruik altijd deze donkere versie. En hier doe ik echt al jaren mijn make-up mee, of mijn wenkbrauwen. En ja, ik moet gewoon weer een nieuwe halen, want hij is dus weer bijna op en kapot. En ik schaap het nu nog echt langs de randjes om alles eruit te krijgen voor mijn wenkbrauwen. De lichte versie is dus te licht voor mijn wenkbrauwen. En ik gebruik dus de donkere versie. En volgens mij is deze, ik zou het eigenlijk echt niet per se weten, 3 euro of zo, 3 euro. En er zit dus ook aan de onderkant nog zo'n setje in met mini dingetjes. Dus ja, super handig. Het is gewoon een super fijne poeder. En het heeft gewoon zoveel pigment, dus je maakt één streepje en je hebt dan gewoon gelijk een streep. Gewoon echt super fijne poeder en smeert lekker. En het maakt gewoon mijn wenkbrauw gewoon
top. Ik vind het helemaal fijn. Dus deze zit zeker in mijn budget favorieten. Dan gaan we verder. En één ding kan echt niet ontbreken in mijn beauty stash. Het is eigenlijk geen make-up product. Net zoals die verzorgingsmoes. Maar het is echt wel een soort beauty item. Dat is namelijk een deo. Dat is de deo van The Paradise Moments. Deze rozige, zalmrozige kleur. Deze. Echt, dit product ruikt zo lekker. Dat is echt niet normaal. Oké, ik ga nu proberen een geur te omschrijven. Vind ik echt heel moeilijk. Het is zomers. Het is echt zoet, zomers. Ik kan het niet omschrijven. Het is gewoon echt, als je een keer deze tegenkomt, ruik hem. Ik weet zeker dat heel veel deze lekker vinden. Dit is echt een topper en ik vind deze gewoon echt perfect. En ik gebruik deze ook het liefst van alle deo's eigenlijk. Dus deze kan ook echt niet ontbreken. En deze is volgens mij 3 euro of zo. Maar echt, ruik dit een keer. Het is echt top. Dus deze zit ook zeker in mijn favorieten. En dan gaan we door naar wat lippenstiften. En als budget vind ik lippenstiften heel moeilijk. Omdat ik vind het fijn als lipstiften gewoon goed blijven zitten. En dat je niet de hele tijd moet bijwerken. En nou heb ik een paar favorieten. En dat zijn deze. Oké, het zijn er 3. Deze. Deze 2 van de Ethos en eentje van Essence. En echt, ze zijn zo mooi. Ethos, deze 2, die hebben deze kleuren. Een bruinige kleur en een rozige kleur. En volgens mij was dit alleen van een kerstcollectie. Of het, in ieder geval, volgens mij is het nog wel te koop. Want laatst zag ik ze nog allemaal liggen, die hele, al die producten daarvan. Ja, en deze bruinige kleur die heet Frappuccino. Die is echt super mooi. En die heeft ook een beetje zo'n metallic glansje erover. Maar ik ga hem zo even swatchen. Blijft ook super goed zitten. En ik meng hem heel vaak met andere lipstiften. Zodat je een beetje zo'n bruine gloed krijgt. Vind ik heel mooi. En de roze is voor Bidden Pink. Die heb ik nu ook op mijn lippen. Oeh, het is trouwens zo warm. Oeh. Ook een super mooi nude kleurtje. En een beetje een roze-bruinige ondertoon qua kleur. En ik vind de verpakkingen ook zo mooi. Echt. Dit is de Frappuccino. En dit is dus die bruinige metallic kleur. Kijk hoe gaaf. Ik zal hem even swatchen. Echt een super mooi kleurtje en ook een beetje glans. Maar hij blijft echt zo fijn zitten en het smeert echt als boter. En dan natuurlijk nog deze Forbidden Pink. Die rossige nude kleur. En die ga ik ook even swatchen. Kijk hoe mooi. Smeert ook echt als boter. Een lens die werkt niet helemaal mee, maar deze dus. Echt een super mooie nude kleur. Dus dat waren die van Ethos en dan had ik dus nog die van Essence. Die van Essence heet de Matte Long Lasting Lip Gloss. De 02 Beauty Approved. Ook echt super mooi. Deze lijkt een beetje op die Forbidden Pink van de Ethos, maar deze is nog wat matter. Dit is dus die verpakking. Wel een mooie verpakking. Deze is wel iets donkerder dan die, maar echt super mooi. Dit is hem. Heel mooi. En deze is volgens mij echt maar 1,50 euro of zo, of 2 euro. Dan gaan we verder naar iets wat eigenlijk, ik denk, iedereen wel in een stash heeft. Namelijk als primer, hè. Deze Nivea Men. Super fijn. Het is gewoon zo'n wit goedje en smeer je een beetje op en doe je op je huid. Het is super plakkerig, dus je make-up blijft echt de hele tijd zitten de hele dag door. Hier heb ik gewoon niet veel over te zeggen. Het is gewoon een super fijne primer. Plakkerig, cool op je hoofd eerst. Super fijn. Het werkt voor mij echt. Dus deze die zit ook zeker in de favorieten. En ik weet eigenlijk helemaal niet hoe duur dat is. Ik ga het meteen opzoeken. De Nivea Men. Let's see. 7,80 euro zie ik hem hier op de kruidvat. Nou, top. Ik heb hem gewoon van mijn papa gejat. En dan gaan we door naar het volgende product. En dat is de concealer van Catrice. Ik denk dat iedereen deze wel kent. Hij is zo fijn. Echt als budget heb je heel gauw dat ze of niet dekken. Of heel droog zijn. Of echt in de lijntjes trekken. Of gewoon niet uitblenden. Maar deze is echt full coverage vind ik. Die blendt heel erg fijn in. En het gaat niet echt in de lijntjes zitten. Dus deze vind ik echt super fijn. Deze is volgens mij 3,50. Het is de Catrice Cosmetics Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Ik heb hem in de kleur 010 Porcelein. Dit is hem. Dit is de kleur. Nou, als je dus nog een concealer nodig hebt die goed dekkend is en gewoon echt
gewoon een top. Dit is gewoon een topper. Dan is dat echt een aanrader. Die koop ik ook elke keer weer, dus dat zegt ook genoeg. En dan gaan we door naar het volgende product. Dat is ook een soort, ja, het is wel beauty. Het is een soort, ja, voor je skincare. Dus voor je huid. Deze masker. En deze masker is van de Action. In het water gevallen, dus de doos is helemaal ge... Dat. Maar goed, het doosje zelf, of gewoon de verpakking zelf, is echt best wel luxe, vind ik. Het is de Multi-Masking Clay Mask. Peeling. Peeling? Oké, dat zeg ik er wel voorbij. Het is geen peeling. Het is niet dat je het eraf trekt of zo. Het kan wel... Ja, oké, ik snap misschien peelen het woord wel, maar goed. Dit is de masker. Het is echt zo'n oud rozige kleur. En de verpakking is ook echt super mooi. En dit is de substantie. Als ik dit op heb, dan moet het me echt denken aan die Oompa Loompa. Ken je vast wel van vroeger die film. Daar hadden ze allemaal zo'n bruinige huids, of ja, huidskleurige, rozige hoofd. Als ik dit op heb, ik ben een Oompa Loompa. Oké, het ruikt heel fris. Echt heel fris. Een soort minty-achtig. Ik vind deze super fijn, want als ik deze opdoe, dan merk ik gewoon echt, als ik last heb van onzuiverheden bijvoorbeeld, dan merk ik ook gewoon echt dat het helpt. Het is wel echt zo'n intensieve masker, denk ik. Of tenminste, zo voel ik het. En deze is volgens mij echt oprecht maar 1,50. Allemaal kleuren, maar ik vond de roze het leukst. En ook heel fijn. Dus kijk er zeker even naar als je bij de Action bent en als je nog een masker nodig hebt. Gewoon echt super fijn en praktisch werken. En deze gebruik ik ook regelmatig. Dus deze is ook zeker een favoriet van mij. En dan komen we alweer aan het één na laatste. En dat is deze Ethos Fixing Spray. Oké, deze... Fixing sprays vind ik altijd, dan word je echt nat. En deze is gewoon heel erg subtiel. En er staat op de Ethos Makeup Fixing Spray, de Long Lasting. Het is echt super mooi, de flacon vind ik. Spreekt ook gewoon super chill. Als ik hem opspray, het voelt echt als hele kleine druppeltjes. Het is niet dat je echt helemaal nat wordt van water. En het ruikt ook echt top. Heel fris ook weer. Ook alweer een beetje zoet en verzorgend tegelijk. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Hier staat ook op het beste product van het jaar 2016-2017. Nu pas. Ja, deze is dus gewoon te koop bij de Ethos. Ik heb best wel een groot flacon. Dus je kan er ook best wel lang mee. En je make-up blijft er gewoon lang van zitten, vind ik. Dus deze is ook zeker een favoriet van mij. De Ethos Fixing Spray Long Lasting. En deze heb je volgens mij ook in andere kleuren. Maar ik heb deze en het werkt gewoon prima voor mij. Gaan we alweer door naar het laatste. En dat is natuurlijk, les best, een highlighter. En nou heb ik zelf, gebruik ik heel erg graag die van Sleek. Maar ik vind dat niet echt een budget. Het is 14 euro. Maar ik wou het toch even melden dat ze gewoon echt top zijn. Ik vind ze echt top. Maar als budget highlighter vind ik deze heel erg fijn. Dit is van I Heart Makeup. Deze hartvormige highlighter. Maar goed, dit is dus de Goddess of Love, de Triple Baked Highlighter. En ja, ik vind deze gewoon zo mooi. Dit is dus het doosje, ook echt een super mooi doosje. En ik vind het gewoon super schattig dat die roze is. Of roze, een hartjesvorm heeft. Super mooi is die. Ik heb hem nu ook op, ik laat het zo wel even zien. Oké, deze vind ik dus echt super mooi als budgettopper. Ik heb hem dus nu ook op. Oké, ik kom even dichterbij. Ik kom dichterbij. En ja, ik vind hem gewoon super fijn. Werkt voor mij echt prima. En het is ook wel een goed prijsje tenminste. Je hebt goedkopere highlighters. Maar dan vind ik dat je al heel gauw echt de glitters ervan ziet. En ik hou wel echt van zo'n metallic-achtige mooie glans. Ik ben echt zo'n highlighter persoon. Oh. Oké, ik zie op internet dat je hem ongeveer kan krijgen tussen de 4 euro en de 5 euro in. Echt een top highlighter voor een top prijsje. En dan waren dit alweer mijn 10 favoriete beauty producten. Oké, en met favoriet bedoel ik ook echt dat ik ze vaak gebruik. En dat ze gewoon goed voor mij werken. En dat ik ze zeker aanraad. Kijk er zeker even naar, want voor de prijs kun je het echt niet laten liggen. Dus ik hoop dat ik jullie daarbij inspiratie heb gegeven. En ik vond het leuk om mijn favorieten met jullie te delen. Laat me weten wat jij van deze achtergrond en alles vindt. Ik zit nu gewoon te filmen op mijn kamer. En als jij dit nou een leuke achtergrond vindt, met een kaarsje. En vond je dit een leuke video?
Doe dan een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Het is geheel gratis en zo blijf je op de hoogte van mijn video's. Ik ga namelijk elke zondag een video posten en ik ga dat rond de 8 uur doen. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden en sowieso ook wat meer regelmaat in mijn kanaal. En hoop ik dat mijn kanaal nog meer gaat groeien. Ik heb bijna 1000 abonnees en bij de 1000 abonnees ga ik een winactie doen. Ja, wat dat nou precies is, ga ik niet vertellen. Dat zie je op dat moment wel. Dus abonneer zeker op mijn kanaal en blijf je lekker op de hoogte van mijn video's, want er komen nog veel meer video's aan. Ik zie jullie tot de volgende keer. Doei!